Wat hebben stenen en kamelen met het spiraaltje te maken? Vanuit Fuse in Brussel. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Hallo, beste dames en heren. Wat heeft inderdaad een kameel te maken met een spiraal? Wel, eigenlijk niet heel veel. Het is namelijk zo dat in de tijd van de oude Egyptenaren het zeer belangrijk was dat een kameel in de woestijn, als die moest trekken, overleefde. En men had gevonden dat als je een steen in de vagina van een kameel steekt, dat de kans op zwangerschap bij een kameel uiteraard ontzettend daalde. Vandaar die gewoonte. En ik moet u zeggen, in de loop der geschiedenis heeft men altijd van alles gepropt in de vagina van de dames, met als hoop minder rap in verwachting te geraken. Er is in Gent een museum waar dat allemaal tentoongesteld staat. Allerlei instrumentjes, sponsjes, enzovoort, enzovoort. Maar uiteindelijk is het een Duitse meneer, meneer Ernest Grevenberg, niet Grafenberg, want er staan twee puntjes op de A, Ernest Grevenberg, die in de jaren 20 in Duitsland experimenteerde met wat wij nu zouden het spiraal noemen. Dat was een ringetje in zilver met zijden draadjes eraan. En dat plaatste hij in de baarmoeder, niet in de vagina, in de baarmoeder van de dames, waardoor ze niet meer in verwachting geraakten. Nu, het ging vrij goed en rond 1928, 1929 was dat fenomeen redelijk goed ingeburgerd in de Duitse samenleving. Helaas, Ernest Grevenberg was een Jood en hij hield zich bezig met contraceptie. Contraceptie plus Jood is gelijk aan geen goed idee in het Duitsland van de jaren 30. En dus verkaste de man naar de Verenigde Staten. Zeer bizar, in de Verenigde Staten heeft hij niks meer gedaan met zijn spiralen, heeft zich daar niet meer op toegelegd. Hij was de man die zich daar op seksuologie toelegde. En hij ontdekte bijvoorbeeld, een van zijn grootste ontdekkingen, dat wanneer een vrouw op de man zit, tijdens het spel, dat die vrouw dan kan op die manier klaarkomen. En hij wijdde dat aan een zone aan de voorkant van de vagina die bij prikkeling tot een vaginaal orgasme zou kunnen aanleiding geven. Oké. Nu, ja, die man stierf redelijk snel. En enkele jaren later, of eigenlijk enkele jaren, een jaar of 20 later, op een of ander seksuologisch congres, heeft men dan die zone in de vagina daar vooraan, waar je dan tot een vaginaal orgasme kan komen, heeft men naar hem genoemd. Men heeft gezegd, die zone, die plek, die spot, gaan we vanaf nu de Grevenberg-spot, beter bekend in de volksmond als de G-spot, noemen. Mensen hebben het nooit geweten dat dat naar hem genoemd is. En dat is wel heel jammer dat hij daarvoor bekend is, want ondertussen weet men dat de G-plek, dat dat eigenlijk flauwekul is, dat dat niet bestaat. En dat is jammer dat men hem niet heeft genoemd naar een spiraal wat hij dan wel heeft uitgevonden. Oké. In de jaren 50 in Amerika werd het spiraal dan verbeterd en was een zekere meneer Jack Lippes, geen familie van die mannen van Knokke daar, dat is Lippens trouwens, Jack Lippes, die maakte een Lippes loop, dus een spiraal die er ongeveer zo uitzag, heel rare vorm, zeer efficiënt, zeer efficiënt. En hij was ook de man die in plastiek, jaren 50 was alles plastiek, zeer efficiënt, en hij was ook de man die een draadje aan een spiraal bond om het gemakkelijker te kunnen uittrekken, zijn uitvinding. In de jaren 60 kwam dan het spiraal zoals wij het nog altijd kennen met koper, dus een plastieke basis omzwachteld met koper. En dan in de jaren 70 kwam het hormoonspiraal dat u hier ziet liggen. Maar dit is niet van de jaren 70, dat was zeer moeilijk om te maken. Dit is een Mirena, dat is een hormoonspiraal, waarbij men in plaats van koper rond de beentjes, dat men een vrouwelijk hormoon, namelijk progesteron, rond die beentjes ging zwachtelen. Voilà. Dit is pas eigenlijk in de jaren 90 ontwikkeld. Nu is de vraag, hoe werkt dat? Hoe komt het als je zo'n spiraal met koper of
met een hormoon erop in de baarmoeder stopt, dat je dan niet meer in verwachting kan geraken. Daarvoor, en ik wil mij even excuseren bij de dames, moet ik toch even de cyclus uitleggen, vooral voor de heren. Goed, hoe zit dat in elkaar? Dat gaat als volgt. Cyclus duurt 28 dagen. Tijdens die 28 dagen zullen hormonen vanuit de eierstok hormonen produceren. En die zullen de binnenkant van de baarmoeder eerst verdikken, opbouwen noemt men dat. Halverwege komt er een eisprong. Dan komt er een nieuw hormoon. En die zal die binnenkant van die baarmoeder niet meer opbouwen, maar ombouwen. Zodanig dat daar een innesteling van een eventuele zwangerschap kan gebeuren. Goed. Zaadcellen, hoe gebeurt dat? Die komen van buiten, worden gedeponeerd met enkele honderden miljoenen in de vagina. Die moeten een lange en moeilijke weg, die moeten doorheen de baarmoederhals, doorheen de baarmoeder, dan door de eileiders en dan liggen ze in de buikholte. En als daar op dat moment dan een eicel gesprongen is uit een eierstok, dan kunnen die daar op het einde van de eileider, begin van de buikholte, samenkomen, een zwangerschap veroorzaken. Dan moeten die heel de weg terug om zich in te bedden in de binnenkant van de baarmoeder, waar dat bedje dan, die opbouw en ombouw, gebeurd is, waardoor er zich een zwangerschap kan ontwikkelen. Gebeurt dat niet, is er geen zwangerschap, niks aan de hand, dan zal door een val van hormonen zal dat opgebouwde, die opgebouwde slijmvlies van de binnenkant van de baarmoeder, dat bedje, zal in het geheel worden uitgestoten. En dat zijn, zoals u weet, de regels, de menstruatie. Zo zit dat in elkaar. Goed. Wat gaan we nu doen? Wel, we plaatsen een koperspiraal in die baarmoederholte. En de cyclus die gaat gewoon door, zoals die altijd zou doorgaan. Hormonen bouwen op, hormonen bouwen om, een eisprong komt er eventueel, enzovoort, enzovoort. Dus de gewone zaken. Alleen, die koperionen rond dat spiraal, die oxideren. Die zorgen ervoor dat in die binnenkant, in die holte van die baarmoeder, een soort van steriele ontsteking. Geen bacterie, geen virus, gewoon een ontsteking, geen infectie. Hè? Dus een steriele ontsteking heerst. Hè? Een ontsteking light, zou ik bijna zeggen. En wat doet dat? Wel, we gaan terug naar de zaadcellen. De zaadcellen komen van buiten, dus in de vagina. Die moeten doorheen die baarmoederhals. Daar zitten reeds koperionen van dat spiraal. Die koperionen die zorgen ervoor dat de hoop van die zaadcellen kapot gaat. Dus die vernietigen zaadcellen. Goed, een hele hoop gaan er weer door, enzovoort. Gaan uiteindelijk in de buik belanden. Veronderstel dat er een zwangerschap ontstaat. Wat gebeurt er dan? Wel, die zwangerschap komt terug, gaat zich nestelen, denk je, dan aan de binnenkant van de baarmoeder, in dat slijmvlies, in dat bedje. Maar dat kan niet. Want door dat spiraal, door die koperionen, is dat bedje, die binnenkant, dat slijmvlies, totaal ongeschikt gemaakt voor een innesteling. Dus geen innesteling. Daarbij komt nog dat die koperionen, die eten eigenlijk, dat zit vol, die ontsteking, waar een hele hoop witte bloedcellen en afgeleide van witte bloedcellen mee gepaard gaan, die eten gewoon die zaadcellen en een eventueel beginnend embryo eten die op. Geeft toe, vrij plastisch, maar zo gebeurt het. Resultaat, geen zwangerschap. Dus dat is de werking van een koperspiraal. Maar nu, hoe werkt dit? Want hier zit geen koper op. Dit is een hormoonspiraal. Dit gaat niet in de baarmoeder, dat begrijpt u. Wat in de baarmoeder gaat, is enkel dit bovenste stukje. Dit is gewoon een applicatiesysteem om tot in de baarmoeder te schuiven, terug te trekken en het kleine spiraaltje blijft achter. Dus als je dat ziet, geen paniek, mensen. Als mensen trouwens op het spreker komen met zo'n spiraal dat zit in zo'n doos, dan denk je, hola. Dus mensen schrikken daar wel eens van, maar finaal gaat het om dat kleine dingetje. Nu, hoe werkt dat? Dat werkt niet met koperionen. Want daar zit het hormoon op. Nu, wat doet dat hormoon, progesteron? Progesteron verdunt het slijmvlies van de binnenkant van de baarmoeder. Dat wordt werkelijk flinterdun. En in plaats van dat je zou zeggen, ik heb een mooi bedje, een mooi bed voor een innesteling, heb je, laat ons zeggen, hooguit een dun matrasje. Heel weinig. Bij gevolg, en daardoor kan een innesteling onmogelijk gebeuren. Dus de basis van zowel koperspiraal als hormoonspiraal is geen innesteling mogelijk. Goed. Voor de rest loopt de cyclus door.
Nu, het grote verschil in, bij de dame in kwestie tussen dit spiraal en een koperspiraal is de hoeveelheid menstruatie. Door dat ontstekingsreactie binnen in die baarmoeder ligt dat slijmvlies gezwollen, is dat verdikt, maar ongeschikt voor implanting. Dus als die dames menstrueren, veronderstel dat een gewone dame 4-5 dagen menstrueert, met een koperspiraal is dat gemakkelijk 7 dagen, 8 dagen. Er is meer bloed. Met een Mirena-spiraal is het juist het tegenovergestelde. Door die hormonen die daarop zitten, wordt die binnenkant van die baarmoeder, dat slijmvlies, flinterdun. Resultaat, ongeveer 1 vrouw op 2 heeft met een hormoonspiraal geen menstruatie meer. En dat is de reden waarom, en dat is een fantastische uitvinding toch, dat is de reden waarom een hormoonspiraal niet alleen gebruikt wordt voor contraceptie, waar het dus super efficiënt voor is, beter efficiënter dan een sterilisatie, alstublieft. Maar het wordt ook gebruikt voor allerlei problemen van dames met menstruele stoornissen. Ja, 2 keer op een maand regels, te veel, te weinig enzovoort. Plaats je een spiraal, het aantal problemen verdwijnen. Resultaat, sinds dat spiraal op de markt is, doen wij veel minder operaties, omdat dit ons helpt problemen op te lossen. Nu, er is wel één probleem met een spiraal in het algemeen, en dat is een probleem van, hoe zou ik zeggen, ethische aard. Je zegt ja, maar alles gaat door, de eisprong gaat door, er kan conceptie, er kan bevruchting zijn, er kan een embryo zijn. Is dat dan geen abortus wat je daar aan het uitspoken bent met je spiralen? Het antwoord is nee. Dat is een vraag waar heel veel geleerden van ethische komaf zich over gebogen hebben. En er is toch een vrij grote consensus dat een spiraal geen abortivum is. En de reden is het fenomeen innesteling. Men spreekt over abortus op een moment dat als je niets zou doen, er zich een zwangerschap zou ontwikkelen. Terwijl met een spiraal zit ter plaatse, als je niets doet, als spiraal zit ter plaatse, gaat er zich geen zwangerschap ontwikkelen. Wanneer er toch een implantatie zou zijn en die zwangerschap groeit en je zou dan zeggen, oh, hier moeten we onderbreken, dan doe je een abortus. Een ander voorbeeld is, neem nu in vitro fertilisatie, u kent dat allemaal, waarbij men in vitro een eicel bevrucht, dan heb je een embryo. Veronderstel dat je dat embryo gewoon in een broedstof steekt of ergens plaatst. Dat embryo kan geen kant op. Er is iemand die accidenteel de elektriciteit uitzet, embryo weg. Is dat abortus? Natuurlijk niet. Waarom? Omdat die bevruchte eicel niet ingeplant is, geen kant uitkom. En dus is het geen abortus. Vandaar, beste mensen, mocht u religieuze bezwaren hebben en denken, ik ben toch niet met mijn spiraal permanent mijzelf aan het aborteren. Het antwoord is nee. U bent dat niet aan het doen. Doe gerust verder met het spiraal. Het is geen abortivum. Nog één kleine opmerking erover. Dit moet je enkel opletten, met dit. Na een bevalling. Wordt heel vaak gebruikt bij de bevalling. Prima. Moet je nadien je niks meer aantrekken van contraceptie. Bij een bevalling is de baarmoeder na de bevalling liever nog steeds week. Het is gebeurd, het gebeurt niet vaak natuurlijk, maar toch met een zekere regelmaat dat er een spiraal dwars door de baarmoeder wordt gestoken en uiteindelijk in de buikholte belandt. En dat is niet de plaats van een spiraal, zoals u kan vermoeden. Dus wat hebben stenen, kamelen en spiraal met elkaar te maken? Dat we onze conceptie kunnen perfect regelen. APPLAUS.